Welkom bij Iedereen kan haken. We gaan het randje haken van het Happy Cardigan vest. En ja, het is een heel leuk vest geworden. En maar het randje van het vest gaan we nu haken. En ook de rand aan de zijkant. Dit is alleen de onderkant, heb ik het schulpje gemaakt. En de zijkanten, ja, dat leg ik dadelijk uit. Eerst wil ik jullie hartelijk bedanken voor het kijken naar Iedereen kan haken. De duimpjes omhoog, abonneren. En als je vragen hebt, onder de film, daar kan je dus eigenlijk vragen stellen. En ik zal ze zo vlug mogelijk beantwoorden. Het patroon is inmiddels ook klaar van het Happy Cardigan vest. Dus wil je een patroon bestellen, dat kan via iedereenkanhaken@hotmail.com. En nou, dan gaan we gauw beginnen. Dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! We gaan beginnen aan de rand voor het Happy Cardigan vest. En als ik zo de camera hou, dan zie je het niet goed. Maar je begint dus aan de onderkant van het vest. Dus je kijkt ook echt eventjes, je legt hem gewoon zo dubbel. Of ja, je hoeft hem nog niet dubbel te leggen hoor. Maar je pakt wel de goede kant van het vest, dus niet die met de naad. En daar beginnen we mee. En ik zal het zo uitleggen hoor, want... Maar het is belangrijk dat je aan de onderkant van het vest gaat haken. En dan zet ik even de camera goed. En dan leg ik uit hoe ik het gedaan heb. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo! Ik ga nu uitleggen hoe ik het randje eraan heb gehaakt. Ik leg het gewoon even zo uit. En dadelijk ga ik even met jullie meehaken. Je pakt dus de goede kant van de onderkant van je vest en dan ga je in elke steek een vaste haken. Dus iedere steek, even inzoomen, iedere steek is een vaste op het stokje, een vaste, en hier tussen die opening, dit waren twee losse, daar zet je een vaste en weer een vaste op het stokje. Dus daar ga je de hele toer mee af. Dan ga je aan de andere kant natuurlijk weer verder. En dan heb je weer de andere kant van je werk. Wacht, die pak ik even erbij. Dus de hele onderkant van je vest, die doe je eerst. Want dan pas kan je dus eerst de onderkant haakje. En dan pas de zijkanten en de hals. Dus als je dit helemaal met vaste hebt gedaan, dan keer je eigenlijk je werk. En dan ga je halve stokjes maken. Dus als je je werk gekeerd hebt, dan maak je halve stokjes. Dus op de andere toer, op die vaste, zet je allemaal halve stokjes. Dus op elke steek gewoon halve vaste. En met één verschil, dat je, even kijken of ik goed kan inzoomen, dat je dus in die eerste lus haakt. Doordat je in die eerste lus haakt, krijg je dus deze mooie rand te zien. Dan krijg je deze rand. Dus je haakt in de eerste lus halve stokjes en dan ga je weer helemaal weer door tot het eind. En dan keer je weer je werk en dan ga je weer halve stokjes haken. En dan pak je weer die achterste lus. Dus dan pak je de achterste lus, zodat dit randje heel mooi naar voren komt. En dat doe je twee toeren, dus één toer halve stokjes in die voorste lus en dan in de achterste lus, en die derde en de vierde toer, dat doe je ook. En dan ga je de waaiertjes erop zetten, en ik heb alleen aan de onderkant de waaiertjes gemaakt. En ik zal even uitleggen hoe ik dat gedaan heb. Ik heb natuurlijk een beginstokje. Wacht, dan moet ik weer even het begin pakken. Zo. Het beginstokje zijn 3 losse. Dan pak je 1. Even kijken hoor. Oh. 3 losse, sorry hoor. Misschien leg ik het niet helemaal goed uit. Maar die 3 losse tellen als stokje. Dan doe je in diezelfde steek. Tenminste, die steek hier dus, die na die 3 losse komt, hierin, even dat goed aanwijzen. Daar zet je 2 stokjes.
En dan doe je weer één losse tussen die het volgende groepje van 3 stokjes. Dan ga je eigenlijk meteen door en je slaat 1, 2, 3, 4 steken over en in de 5e steek daar ga je weer 3 stokjes, 2 losse doen en 3 stokjes. Hier had ik gezegd 1 losse en dat is ook 1 losse, maar je gaat er 2 losse iedere keer tussen doen. Ja, 2 losse tussen die groepjes van 3. Dus je slaat er iedere keer 4 steken over. 1, 2, 3, 4. En in de 5e ga je een groepje maken van 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes. En dan sla je weer 4 steken over. En in de 5e steek, daar ga je een groepje maken van 3 stokjes, 2 losse en weer 3 stokjes. Dus dit is de rand van de onderkant. En dan gaan we nu aan de zijkant van het vest beginnen, dus de middenvoorlijn. En dan zie ik je zo weer terug. Tot zo. Happy cardigan vest. Dan laat je eigenlijk de draad lekker aan je werk zitten, want het is makkelijker. En dan gaan we nu weer een rand vast te maken. En die rand vaste, kijk, je begint hier met 1 losse. En dan ga je wel even een weg zoeken dat je, ja, omdat dit de zijkant is van je werk, moet je even proberen waar je die vaste in kan zetten. Maar die vaste, dat is weer eigenlijk een mooie beginbasis om je rand te maken. Dus ja, ik volg een beetje gewoon eigenlijk mijn haaknaald, steek ik in waar ik eigenlijk in kan steken en dan haal ik mijn draad op en ik maak een vaste. Ik steek in en ik haal mijn draad op. Ik steek in, haal door en door 2, allemaal vaste. Moet ik even wat garen pakken. Oh. Kijk, en dan ben je nu bij die rand voorbij. Dan ga je nu even, hier is een rij stokjes geweest. Dus die rij stokjes, dat telt voor 2 vaste. 1, 2. En dan ga je weer naar die volgende. 1, 2. En die opening weer 2. 1. 2. Ja, en ik zie hier eigenlijk maar 1 opening, dus dan doe ik er toch maar 1 in. Het gaat soms een beetje op gevoel. Soms dan het liefst wil ik gewoon 2 in elke opening, omdat het dan een stokje telt eigenlijk wel voor 2 lossen. Maar deze opening die pak ik weer niet, want dan ben ik bang dat het weer gaat golven. Dus het mag niet gaan golven, het randje. Het moet een beetje gewoon glad op het voorpand, dus langs de zijpanden komen. Nu heb ik er weer 2. 1, 2. En is het niet mooi het randje, dus loopt het niet mooi recht, ja, dan moet je het even uithalen. Maar nu ga je dus helemaal rond, midden voor is dit, tot langs de halslijn en je gaat helemaal langs ieder pand en kom je bij deze hoek, dus bij het puntje aan, want je hebt natuurlijk de schouder niet helemaal dichtgehaakt. Hier op de hoek zet je 3 vaste, want anders gaat die krullen. Dus op de hoek daar zet je 3 vaste in en zo ga je gewoon netjes langs de halslijn weer terug naar midden voor, naar beneden, en dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. Ik ben nu op het einde van de middenvoor rand en ik haak nog even door tot ik het netjes af heb. Zo,
Zie je dat je dan netjes een basis hebt met vaste met midden voor. Dan gaan we met 2 losse omhoog. 1, 2 en dan keren we weer het werk. Zo. En dan gaan we halve stokjes maken in die voorste lus. Dus in die eerste lus die je tegenkomt. Even kijken of ik het kan laten zien goed. Kijk, dit is je eerste 2 lossen. Dus deze moet je niet hebben. Deze hier. En dan heb je hier die V. Maar je pakt, kijk, dit is die V. Maar je pakt die voorste lus. En dan gaan we halve stokjes maken. Dus je rij vaste is echt je basis. En dan gaan we nu in de voorste lus. Je pakt er echt alleen die voorste lus. Dus ik draai eigenlijk het werk een beetje zo. Zodat je echt die voorste lus kan pakken. En dan maak je een half stokje. Het haakt wel heel makkelijk weg hoor, die voorste lus. Je draait gewoon je werk een beetje zo van je af. Dus niet zo, maar van je af. Dus je steekt echt niet door 2 lussen. Maar je pakt de voorste lus. Zo. Kijk, en dan krijg je hiervoor dit mooie randje. En dan ga je weer lekker door tot het einde van je toer, van de midden voor. Dus je gaat weer helemaal langs je midden voor, langs je hals, langs alles totdat je weer op het einde bent bij deze rand. Zie je dat ik ook gewoon vanaf de onderkant ben begonnen? Precies op die vaste. En dan zie ik je daar weer terug. Tot zo. Uiteindelijk heb ik besloten om het hele randje langs het hele vest te haken. Dus zoals ik het uitgelegd heb met die 3 stokjes, 2 losse, 3 stokjes. En ja, vond ik toch het leukste om het hele vest met zo'n gezellig randje te haken. En ik zou zeggen, heel veel draagplezier van het Happy Cardigan vest. En ik zie je bij de volgende video graag weer terug. En ik zou zeggen, graag de duimpjes omhoog, abonneren, op de foto klikken of op het rode knopje. En zet de notificatiebel aan. En er komen nog heel veel leuke nieuwe video's aan. En dan zie ik je bij de volgende video graag weer terug. Tot ziens!